The Earth is being challenged with a global warming world. We're exhausting our sources. These facts can't be ignored. That's why we stand and conquer, to develop for efficiency. Sun energy is never depleted. Thus, it's the future for mobility. We don't believe in growing older. Before we can start a change, instead we like to experiment with innovation in exchange. Ja, we zijn hier op circuit Zolder. We zijn hier voor de European Solar Challenge. European Solar Challenge is een challenge van 24 uur lang. Tegenwoordig is er natuurlijk een wereldwijd probleem met de uitstoot in de transportsector. En natuurlijk is dan een zonnerace een erg goede uitdaging om de nieuwe technieken tot het maximale niveau te pushen. Om zo deze technieken later weer door te kunnen voeren in de reguliere transportsector. Bij de start van elke nieuwe editie hebben we eigenlijk als hoofddoelen innovatie en duurzaamheid. Als ik hoor dat de samenleving voor een groot probleem staat en dat er iets aan gedaan moet worden, dan wil ik niet bij de pakken neerzitten en dan wil ik er ook echt iets aan gaan doen. En dit is voor mij een manier om daar actief aan bij te dragen en echt een rol te spelen in de ontwikkeling van technologieën die bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Je merkt ook heel erg in het team dat we echt gedreven zijn om die race te kunnen winnen. En persoonlijk denk ik ook dat elektrisch rijden echt wel de toekomst heeft. En als je dat met energie van de zon zou kunnen doen, dat doen wij nu al, maar misschien is het over 50 jaar wel gebruikelijk op de weg. Het is niet de allergemakkelijkste race geweest voor ons, vooral ook omdat wij natuurlijk als team pas 3 weken bezig zijn. We zijn met Solar Team Twente tweede en derde geworden tijdens de race. We hebben gedurende de race best wel last gehad van bandenwissels die eigenlijk net op de verkeerde momenten kwamen. En we hebben zelfs een keer een motor moeten vervangen tijdens de race. Als team hebben we ons er echt heel goed doorheen gevochten. En hebben we echt als team samengewerkt om het tot een goed einde te kunnen brengen. So what about the future? It's time to shape it now. We bundle knowledge, creativity, and fight to change the present, the world and its technology. Let's traverse the outback, straight from Darwin to Adelaide, to create a sustainable future which our children will memorize. Let's accept every challenge along the way, every setback, fear, emotion. Let's contribute and collaborate, 'cause we'll fight and work with devotion.